Kruis, Franse Roes, jullie alle nu bekende amateur-illustrator, kwam gevlucht uit Amsterdam, waar hij Razzia's had meegemaakt en maandenlang onder de vloer geslapen. Zijn kleuren was weg en zijn zenuwen gespannen, wat trouwens bij kunstenaars in vredestijd ook voorkomt. Gezonde Gelderse lucht trok hem aan. Een vals persoonsbewijs en een onschuldig gezicht bewezen dat hij pas 17 jaar oud was, te jong om te gaan graven voor de mof. Hier in Wehl kreeg zijn verzamelwoede de overhand. En daar hebben we veel aan geleden, want bij het vertrek van Franzo zaten we opgescheept met stukken vliegmachines, kapotte machinegeweren, rokkenbom en aanplakbiljetten van de nieuwe orde. Dokter Capetti uit Ulft kwam uit de hemel gevallen omdat de landwacht hem moest hebben. De moffen hadden zijn gezin al genoeg mishandeld. Twee zonen zaten via Amersfoort en Vught in Oranjeburg. Ze zijn zowaar weer levend thuis. En een derde had een half jaar bij de groene politie gelogeerd, die hem bewusteloos sloeg tijdens een verhoor. Als dokter Jansen deed onze onderduiker hier een nuttig werk. Hij begroef kisten, glas en aardewerk achter in de tuin. En hij opereerde dokter Buien aan een negenoog. Hoe dat laatste precies gebeurde, blijft alles geheim. Het was de enige chirurgische ingreep in mijn leven waarbij alle betrokken oprecht plezier hadden. Intussen voelde ik mij met twee assistenten zo'n beetje als professor of een stafmedewerker. In Wehl werd geneeskunst bedreven. Tijdens de oorlog zaten er in Nederland tussen 300.000 en 330.000 mensen ondergedoken. Onder hen bevonden zich 28.000 Joden. De oproep op 5 juli 1942 aan de eerste 1000 Joden om zich voor werkverruiming in Duitsland te melden, markeerde het begin van de derde fase van de Jodenvervolging in Nederland. Na identificatie en isolatie ging de bezetter nu over tot deportatie. Bij dit begrip onderduiken denken veel mensen tegenwoordig aan één persoon, Anne Frank. Het pietere en tikkeltje brutale tienermeisje dat meer dan 2 lange oorlogsjaren in het achterhuis op de Amsterdamse Prinsengracht verscholen zat. Zij gaf Joodse onderduikers een gezicht en een stem met haar dagboek. Het volgende muziekstuk beschrijft haar verhaal waarin zij aankomt in Amsterdam, de grote boom waarop zij uitkijkt, de ontdekking van het achterhuis. In 1945 sterft Anne aan gevolg van de tyfus, maar haar verhaal leeft voort. Story